dat betreft, waarop we hier zijn, dat is, ik heb een tekengroep ooit opgericht in Zutphen. En wat wij doen is, in de winter tekenen wij modellen binnen en in de zomer gaan we altijd naar buiten. En dan tekenen we meestal in de stad of langs de IJssel of langs de Berkel. Nou, we zijn hier naar Borculo gegaan en niet in Zutphen, omdat we eigenlijk altijd tekenen wat we zien. Hier in Borculo zie je een hele mooie situatie waarvan we eigenlijk hopen dat als we straks in Zutphen gaan zitten tekenen, dat we dat een beetje projecteren op de Zutphense situatie. En ter inspiratie van wat we eventueel met Berkel in de stad zouden kunnen doen in Zutphen. Dus daar, wat je hier ziet is een eilandje, een bruggetje, een stroomversnellingje, mooie waterplantengedeelte zeg maar. Ene kant van het eilandje is met groen, de andere kant is de doorstroom. En zoiets zou in Zutphen natuurlijk ook heel goed kunnen. Mijn droombeeld is dat ik als bewoner van de binnenstad vlakbij een door de binnenstad lopende rivier dichterbij kan komen. Dat ik het water kan beleven, kan horen, dat ik kan genieten van het groen. Dat ik er doorheen kan kijken, dus dat het stenige wat weggaat en dat wij als bewoners daar van kunnen genieten en dichterbij kunnen komen. Ik zie dat hier, de taluten zijn hier veel toegankelijker. Ik kan op het water kijken, ik kan vlak langs het water lopen in sommige gedeelten. Ik kan iets hoger lopen en ik kan me ook voorstellen dat het heel goed mogelijk is om met een trapje naar beneden te gaan met de vlonder even de beleving van het water te hebben alsof je in het water staat. Dus ja, dat zou ik heel graag willen realiseren. Het idee is natuurlijk om te kijken wat je in Zutphen met de Berkel zou kunnen doen. In de binnenstad met name, de Rozengracht, Molengracht, de Kattenhaven. En daar, om daar wat inspiratie op te doen, hebben we gedacht om, nou, we gaan naar Borculo toe. In Borculo is langs de Berkel misschien wel nou, het aardigste stadje waar je kunt zien hoe de Berkel in de stad leeft en gebruikt wordt en aanwezig is. Nou, waar we hier zijn, dat is bij de Oude Watermolen. De watermolen en de sluis, dat waren natuurlijk twee objecten die het Berkelwater hebben opgestuurd. Nou, naast de sluis zie je dan ook een stuwtje waardoor het overtollige water weg kon. En de sluis, dat is waar de scheepvaart door ging. En het aardige is, dat je, wat je hier ziet, dat is dat de Berkel opgesplitst is in twee takken. Verbreed is eigenlijk met een eilandje in het midden, waar aan de ene kant het water, overtollige water wordt afgevoerd. En aan de andere kant werd gebruikt voor de schutsluis en de watermolen. En daar, nou ja, naar de Zutphense situatie bekeken is dat natuurlijk iets wat je, als je naar de Molengracht kijkt, waar eigenlijk de ruimte tussen de huizen heel breed is, zoals hier ook, daar zou je nou iets soortgelijks, zou je een eilandje, een bruggetje, daar zou je zoiets hier wel kunnen bedenken. Ja. Ik zou het aardig vinden als er wat meer natuurlijke vegetatie was en dat er misschien ook wat meer ruimte is voor allerlei futen of zo. Of, ja, planten die natuurlijk groeien. En zoals bij de Hopmakade bijvoorbeeld, de Berkel, die is daar weelderig begroeid. En dat vind ik heel aardig. En dat zou ik ook wel leuk vinden als dat daar bij het oude postkantoor, waar het vreselijk saai is, vind ik. En waar je moet kiezen, loop ik boven, loop ik beneden. Het is overal even erg. Dat je daar wat moois ziet en dat je nou even naar beneden kunt. Dat je daar kinderen ziet met kanootjes of die aan het suppen zijn op zo'n subding. Ja. Zoiets zou ik leuk vinden. Nou, het aardige is natuurlijk, als wij gaan hier met onze tekengroep van de Uitwijk, gaan we zitten tekenen en schilderen. Maar eigenlijk schilderen en tekenen wij altijd precies wat je ziet. Nou, dat doen we hier. De bedoeling is dat we dat straks in Zutphen ook gaan doen, maar dan met in het achterhoofd wat we hier hebben gedaan en getekend. Dus eigenlijk kijk je dan een beetje door een bril. He, van nou ja, hier het eilandje, het bruggetje, het verval, zeg maar. Dus ook de manier waarop de Berkel kan leven in de stad eigenlijk. Dit is de Kattenhaven. Ja? Dus je kijkt hier vanuit de Kattenhavenstraat kijk je dus richting de IJssel. Ja. Nou ja, ja. Ik vond het destijds, ik heb die tekeningen gewoon bewaard. Ik heb een massa's natuurlijk. Je moet wat. Ja. Maar die neem ik nou gewoon mee. Want toen ik dus het item voor vandaag goed begrepen had, toen dacht ik, nou, dat ga ik gewoon meenemen. Dan kun je zien dat ik het toch toen al,
praat je over 12 jaar terug. 14 juli. Oh, hè? Nou, dat is 12 jaar terug. En ja, dat vond ik destijds al van. En maak je gewoon een stuk groen van. Zet een paar banken er neer. Moet je kijken hoe leuk het is. Als je s'avonds hier gewoon lekker met je familie kunt zitten. Een kop koffie kunt drinken, et cetera. Dat je lekker hier, want die kattenhaven op zich is natuurlijk heel erg leuk. Maar ja, hij verdwijnt door dat gekke verkeer daar. Nu ik toch in mijn dromen zit hier, hè, is mijn droom ook nog om een landmark aan het eind bij de Kattenhaven neer te zetten. Dat het ook weer een kattenhaven wordt. Het is nooit echt een haven geweest, maar dat je de zeilen ziet. Hè. Weliswaar dat er een gebouw achter verscholen ligt. Maar je ziet de zeilen die refereren ook naar een vormgeving gelijk aan het nieuwe stadhuis. Dus koperen rondgevormde platen die een landmark vormen aan het eind van die prachtige Berkel. Nou, ik heb deze plek heel bewust uitgekozen omdat ik vind dat er heel veel gebruik gemaakt kan worden van de beleving van het water. En dat is vooral aan de overkant te zien. Daar heb je een plateau en een bankje. En toen net was er een heel gezin met kleine kindjes. En die waren eendjes in het voeren. En ik denk, nou, dat is toch hartstikke leuk. Dat zou toch leuk zijn ook om dat aan de Berkel in Zutphen te creëren. En er zijn prachtige bomen die er omheen staan. Ook voor de schaduw. Zo, ja, dat vind ik heel mooi. Ja.